Nick Vriend, de 103ste landbouwshow op Meer staat in de startblokking. Ja. Wat kunnen we dit jaar verwachten? Nou, je kunt verwachten dat het in ieder geval een prachtige show wordt, een prachtige dag. In april dan schrijven we alle diergroepen aan en dan hoop je dat er zoveel mogelijk dieren, koeien, schapen, geiten, paarden, dat er van alle diergroepen zoveel mogelijk komen. Nou, dat is ons gelukt. Dat is altijd een spanningsveld van, zenden ze in, willen ze komen. Nou, heb op Meer daar eigenlijk wel een goede naam in. Het is een prachtig, jullie kunnen het allemaal zien, het is een prachtig terrein en ook een prachtige ring. En daar kunnen mensen, als ze de dieren hebben, hun laten showen, weet je wel. Over alle hokjes, de schaaphokjes, de knijnhokjes, alles zit prachtig. Dirk Blauw die verzorgt het stro, maar die zorgt voor goudgeel stro. Dat de dieren echt uit kunnen komen. Dat is voor de schapen belangrijk en dat is voor de koeien hartstikke belangrijk. Het koeienterrein ligt er ook schitterend bij. Dus wij hebben gezorgd dat het terrein er prachtig bij ligt. En dat verwachten en daar hebben de inzenders ook vertrouwen in. En daarom komen ze ook. Dat is het mooie. Op Meer wordt breed gedragen. In deze toch wel moeilijke tijd van een beetje wel van crisis, zoals ze het noemen, dan onze sponsorman is tevreden. Kijk, de Rabo is onze hoofdsponsor, dat staat op zeker. Maar alle nevensponsors die er omheen hangen, die hebben toch een tegoede weer aan ons gegeven, weet je wel. Ze gunnen het ons en ze hopen er ook weer wat voor terug te krijgen. Wij bieden ze nog van alles in die feesten, in de VIP-tent en de borden en de vlaggen. Alles voor hun zo goed mogelijk voor elkaar te maken. Maar ze hebben ons niet laten zitten. Ze dragen de tentoonstelling. En dat is het mooie van Op Meer. Er is ook van alles te beleven. We hebben 6 shows hier in de hoofdring. Daar gaat Erik Groot om 11 uur gaat die schapen drijven met een border collie. Hij heeft vorige week in Hoogwouden de Europese kampioenschappen georganiseerd. En nu gaat hij zelf laten zien, hij is Nederlands kampioen, laat hij zelf zien hoe een hond zo goed kan luisteren naar zijn baas dat hij de schapen naar het midden kan drijven. En dat is één show. Dan krijgen we om 1 uur ongeveer hoor, de Dirty Dancers. En dat is een stunt team met een motor en een auto. Dirty Dancers? De Daring Dantes. Oh, de Daring Dantes. Ja, dat is bijna goed. Komt helemaal goed. Maar die jongens die durven wat. Dat is een stuntman. Die vliegt met die motor over hindernissen. Hij gaat stunten met een auto. Hij waagt niet zijn leven natuurlijk, want hij zal gerust wel lopen blijven. Maar het ziet er wel heel spectaculair uit. Ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen sta. Maar goed, hij zal wel wat aanschinnen wat ik niet kan. Ja, er zijn wel meer dingen die hier aan. En dus die komen echt een stuntteam. Dat is voor de jongelui altijd prachtig. En dan komen we om 1:30. Half 3. Dan komt de overval. Dat is een show met 3 stellen Zetlanders. 3 keer 4 Zetlanders. En dan komen boeven, indianen en politie. Die gaan achter elkaar aan rennen. Er komt een herdershond. Nou, dat is echt een leuke, spectaculaire. Voor jong en oud is dat een echte spectaculaire show. Nou, op het eind van de dag in ring 1, dan komt de trojka. Dat zijn 3 tuigpaarden op een rij voor een karretje. Er komen 6 teams ongeveer. En die strijden dan in de hoofdring. Laten ze zien hoe je het mooiste 3 tuigpaarden tegelijk kan laten lopen. Weet je wel, als je aan de linkerkant zou staan, dan moet je 1 tuigpaard zien. Als je er dwars staat, moeten die jongens voor zorgen. Nou, dat wordt echt een prachtige show. Dan hebben we in ring 2 de Litsma Kriegel. Die komt om 2 uur, geloof ik. En dat zijn, uit Friesland komen die gasten. Kinderen zijn dat, 25 kinderen met 16 Zetlanders. En dat is een trouwpartij en dat is een kinderfeestje en dat is een begrafenis. En dat is van alles. Die kinderen zijn allemaal in klederdracht. Die karretjes zijn prachtig versierd. Dat hebben we in Friesland een keer gezien in Pinjum. En dat is een prachtige show, ook voor iedereen. Maar dat is in ring 2. En dan hebben we om 3 uur, ja. De Black Pearls, dat zijn een dressuurgroep. Dames op Friespaarden. En die verzorgen ook een prachtige show in ring 2. Dus de shows die zijn ook dit jaar hartstikke leuk en mooi. En voor iedereen wat wil, dat is het mooiste. Om 4 uur hebben we bij de feesttent ook... dat is wel grappig. Hooibalt die stapelen. Onze nieuwe PR-man Koos Scholten, die heeft zijn eigen er sterk voor gemaakt. Om samen met de maat Paul Verhoeven, Frank Verhoeven, gaan ze samen dat hooibalt die stapelen organiseren. En dat is leuk voor jonge boeren.
om zo hoog mogelijk die stapel te maken. Dan moeten er echt krachten uitkomen. We hopen dat het warm weer is, dat ze er goed aan steken. Het luie zweet moet eruit. Het luie zweet moet eruit. Ze zitten vlak bij de feesttent. Dus ik kan er gelijk een biertje nemen als het gebeurd is. Maar dat is echt voor de jonge lui, voor de jonge boeren en loonwerkers, dat natuurlijk een pracht om even lekker hooibaltjes te stapelen. In onze omroepwagen hebben we al 33 jaar, of voor de 33ste keer, Loek van Bronckhorst. En Loek is onze vaste speaker altijd, de stem van Op Meer noemen we die man. En die, hij heeft altijd zo'n warme stem. Hij kent alle paarden, hij kent alle mensen die op die karretjes zitten. Loek is echt een volksman die uitleggen kent hoe een tentoonstelling in elkaar zit en hoe of je verreden moet worden. Daar heb je echt, en dat kan hij echt overbrengen. Maar Loek, die wil er niet mee stoppen. Dus wij nemen natuurlijk op passelijke wijze afscheid van die man. En ik hoop als u hem ziet dat u een zwaartje geeft van Loek, bedankt. Maar hij zal er wel geen tijd voor hebben. Maar dan weet hij dat hij gewaardeerd wordt. En dat is voor het jaar hebben we voor het laatst Loek. Volgend jaar hebben we een andere man, Jan Heidema, voor hem gevonden, in de plaats gevonden. Dus, en zo is er van alles wat te beleven. We hopen natuurlijk dat het weer goed blijft. Maar goed, daar hebben we vertrouwen in. Op Meer is een vertrouwenskwestie. En dan komt het helemaal goed. Als u allen naar Op Meer komt, dan garanderen wij als bestuur dat u allen een prachtige dag hebt. En daar doen we het voor. Proef, bekijk en beleef het platteland van dichtbij. Concours Hippiek, veekeuringen, grote stunts, kinderspelen. Je kan je niet vervelen. Een uniek dagje uit voor het hele gezin. Vermijd de lange rijen en koop uw toegangskaarten online via landbouwshowopmeer.nl. De eerste maandag van augustus.